Hoi en welkom bij een nieuwe video. We hebben les. Sinds heel lange tijd. Hebben we les gehad en die les hebben we gefilmd. Dus die kunnen jullie gaan kijken. Jamie heeft een nieuwe instructrice in de arm genomen die naar ons toe wil komen. Dat scheelt veel ritjes. Dat is wat we nodig hebben. Het moet weinig tijd kosten en veel opleveren. Dat is de spirit, jongens. Dus we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Bobby staat er klaar voor. Hallo, sexy boy. Jamie staat er ook bijna klaar voor. Yeah, let's go. Iets meer weg van uw binnenbeen. Dat is zo klein beetje meer wilt gooien, want... Ja, dat hij nog net iets meer weg wilt naar de buitenkant. Ja, dat is beter zo. Ja, voilà. En dat hij daar in hetzelfde tempo mooi blijft lopen. Ja, voilà. Hij heeft de neiging om een klein beetje naar binnen te komen duwen nou. Ja, allebei. Ja. Ze hebben niet zoveel respect voor mijn linkerbeen. Ja. Ja, dat is goed zo. Dat is beter. Ja, en dan zie je als je dan weg doet voor je linkerbeen, dat je kont niet helemaal naar buiten gaat. Dus echt dat middenstuk, dan moet zo'n beetje naar buiten willen gaan. Dan is het kans voor dat de plaats blijven. Ja, voilà. Dat is goed. En dan probeer zelf je been, zeker je binnenbeen, iets meer aan de singel daar opzij te duwen. Dat je het niet te veel gaat optrekken naar achter toe. En dan wel goed tussen die twee teugels gaan houden. En zeker met inbuigen ook, dat je wel die buitenteugel erbij houdt, dat die dan weer niet over de schouder gaat wegvallen. Zo, dat is beter die buik. Heel goed. Buitenteugel aanhouden. Voilà. Dat is prima. Ja, daar is die hals beter. Dat is goed. Ja, daar iets die buitenteugel gaan bijhouden. Ja, prima. Zo. Dat is goed. En dan wel een klein beetje contact houden zonder dat je eraan moet trekken. Dat kun jij natuurlijk. Goed. Iets buiten, handen naast elkaar. Ja. Iets rechter houden. Goed zo. Dat is beter. Zo recht mogelijk proberen te houden. Goed. Ja, veel beter. Buiten er goed bij. Zelf ook in die hoeken niet te veel dan willen gaan stellen. Want daar wil hij dan ineens weer overdrijven. Goed die buiten erbij. Ja. Voilà. Ja, dat is prima. Goed. Probeer wel dat hij in zijn draf, in het appiëment, net iets meer ritme gaat houden. Het is niet te rap willen gaan, maar dat hij wel zijn ritme gewoon rustig kan houden. Als hij te hectisch gaat, dan valt hij over zijn eigen passen. Dat is goed. Doe nog maar eens zo appiëren. Dat is goed. Buik heel er mooi bij. En heel rustig, niet te hectisch. Zo, buitenteugel. Iets meer linkerteugel. Ja. Voilà, dit is beter. En ritme houden. Goed. Voilà, buitenteugel erbij houden. Ja, daar iets rechter maken. Ook al maakt je volde toch net iets meer aan die buitenteugel houden. Ook in een appiëment. Denk met je twee handen naar rechts toe dan. Ja, goed. Dat is goed. En daar een ritme houden. Goed, goed. Oké, even stappen. Voilà, dan doe je daar maar eerst weer zo'n schouder binnenwaarts. Ja, op die
je buitenteugel. Ja, voilà, dat is al beter. En niet te veel schouder willen, iets minder. Kijk, en nu snapt hij dat niet goed en kijkt hij wel naar buiten toe. Dus dan mocht je wel iets losmaken op die binnenteugel, dat hij wel dat knikje maakt naar rechts. Maar je mocht niet te veel vastpakken op je rechterteugel. Zo. Dus meer zo, zeg maar. Ja, ja, voilà, voilà. Ja, gewoon loshouden, maar je moet wel dat knikje willen maken. Voilà, dan blijft hij veel losser in die achterhand meekomen. Veel beter. Ja, dit is goed. Zo houden, niet meer willen. Dat is prima, veel mooier. Dat is goed. Super. Goed, dit tempo is prima, niet harder. Niet harder. Goed, dan moet uw tempo willen doen, niet zijn. En nu weg van de binnenweg. Harder, 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 tot hij reageert. Ja, en nu laat hem gerust helemaal alleen laten. Zo, voilà. Echt proberen mijn benen af te rijden. Zo. Daar gewoon losmaken. Goed. Dit is veel beter galopperen. Dat is goed. Kijk nu, het gaat 3 keer been geven en dan valt hij eruit. Ja, reageert gewoon niet. Ja? Mee. Trek terug aan galopperen en hap met de been komen. En niet naar het raam laten vallen. Goed. Hij is gewend dat ik de hele dag aan het werk ben en hij aan het chillen is. Ja. Hij gewend. Goed, kijk, en hier gaat hij dan weer te hard in beginnen. Ja? Dat is ook niet uw tempo. En uw been, been, been. Nog eens. Ja, 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 wordt hij boos. Ja, en nu laat hem gerust. Nu is hij vooruit. Goed, braaf. Hier gewoon een beetje losmaken van voor. Ja, nu been. En reageert hij nog, nog, nog. Kom nog, nog. Ja, braaf. En loslaten. Laat hem alleen. Heel goed. Nee, kom, kom. Been, 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 been. Ja, nog, nog. Stout. Ja, en nu gerust laten. Laat hem alleen. Laat hem alleen. Dat is braaf. Goed. Oh, super. Dat is goed. En hier zo weinig mogelijk doen. Laat hem in de fout komen, hè, dat je kunt corrigeren. En niet willen helpen daar heel veel in. Zo. Voilà, dat is beter. Beter. Laat hem alleen. En nu been. Been, 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 been. Gaan op. Goed. En dit moet je als een keer doen. Ja. Oh, dit is lelijk, hè? Ja, daar wordt hij boos van als je achter zijn veren aan zit. Nu moet ik werken. Dat is goed. Helemaal alleen laten. En nu been, been, been. Nog, nog, nog. Nog, nog. Ja, en nu alleen laten. Goed. En dit moet je als een keer doen. Zodat ze zichzelf met stand. Want ze doet zijn eigen aan. Zo. Beetje buigen. Alleen laten, alleen laten, alleen laten. En nu been. Ja, goed zo. Voilà. Zo. Goed, goed zo. Helemaal alleen laten. Klein beetje losmaken in die hals. Zonder dat je te veel top aan je been. Ja, goed. Nu been. Ja. Super. Voilà, super. Dat is beter. Ja, zo weinig mogelijk doen met de been. Weer een klein beetje losmaken in die hals. Naar binnen toe buigen. Zo, en dan zacht zijn. Dat is goed. Goed. Tegels net een beetje korter. Dat je hand echt voor je uit kunt dragen, dat je niet te veel naar buiten moet trekken. Zo, tilt nog korter. Hand voor u. Ja, goed. Dat is goed. Ja, een klein beetje buigen. Rust. Zo, nog een tikje buigen. Goed. Ja, dit is echt wat linkerbeen, hè? Ja, zo weinig mogelijk toe met dat linkerbeen, totdat je daar in de fout gaat. Dan pas komen. Goed, braaf, braaf. Nu is been. Nog eens. Ja, braaf. Goed. Nog een klein beetje buigen, buigen. Goed, met die buitenteugel erbij. Heel goed, heel goed. Zo. En nu been. Ja, voilà. Veel beter. Zo is een stukje rechtdoor galopperen, maar houd het tempo aan. Hetzelfde gevoel als op de folder. Goed, buiten erbij. Goed, net iets verzamelder willen op die rechte lijn. Goed, goed. Klein beetje spelen daar, spelen in die hand, spelen. Ja, je moet los willen laten daar. Goed, en we volgen. Heel goed. Super.
Super. Zo. Als goed. Net iets los gaan maken. Ja, dan weer het rechtdoor. Maar probeer deze lossigheid te houden. En niet harder gaan. Zelf een beetje denken aan verzamelder gaan. Ja, been. Niet toelaten. Goed, voilà. Super. Vol te maken. Goed. Nog een klein beetje buigen. Ja, goed. En dan weer zo rechtdoor. Ja, juist. Ja. Oh, ik heb iets zwaar. Niet normaal. Ik heb het zwaar. Met jou. Ja, dit was beter. Goed gedaan, blijft hij wel in zijn ritme. Goed, weer een stukje rechtdoor. Je moet hetzelfde blijven galopperen. Ja, met die buitenwiel erbij. Heel goed. Super. En zo naar draf toe. Goed. Los blijven maken. Ja, goed. Super. Beetje buigen. Nog een pin. Nog eens. Ja, nu reageert hij pas. Het maakt niet uit dat hij dan naar galop gaat, hè. Maar je moet eerst weten, de been is vooruit. Goed, weer terug naar draf. Ja, goed. Klein beetje blijven spelen. Spelen. Ja, daar. Goed. Dat is goed. Super. Tegels net iets korter. Ja, goed. Nu nog eens been geven. Ja, voilà. Nu reageert hij. Goed. En dan is het stappen. Goed. Laat het maar even lang. Ja, super. Bravo! Actief houden, goed. En dan proberen er toch rust in te krijgen. Want dan begint hij wel gelijk een pony te draven. Ja? Daarin moet hij wel een beetje ruimte gaan vinden in die passen. Maar die hals is goed daar. Blijf actief van achter, zonder dat hij hectisch wordt. Zo. Dat is goed. Volgende lange zijde doet je weer zo schouder binnenwaarts. Ja, voilà. Met die buitenwiel erbij. Heel goed. Niet meer als dat. Dat is genoeg. Buitenwiel erbij houden. Heel goed. Heel goed. Veel beter. En dan weer actief houden. Zo. Dan weer zo appuieren. Met die buitenwiel erbij. Dit is mooi. Dat is goed. Super. Buitenwiel. Ja, net iets sneller opzij willen. Iets rapper reageert. Goed. Goed. Buitentuil. Goed. Super. En recht. Goed. Het maakt je wel nog net iets beter reageren op je buitenbeen als je hem opzij vraagt. Ja. En gaat hij net iets te traag opzij. Goed. Recht houden. Goed. Voorzitter. Helemaal niet. Valt nog mee. Voilà. Goed. Zo schouder binnen waar je veert kan. Net iets korter en je handen voor je uitdragen. Ja, dit is goed. Buitenwiel erbij. Iets zakken in die hals. Goed. Ja. Ja, net iets actiever houden. Goed. Nog eens schouder binnenwaarts. En dan op het einde wel recht zetten en in de hoek duwen. Want daar moet hij weer even weg van je binnenbeen. Dit is te veel. Hier heeft hij geen buiging meer linksom. Ja, dit is beter. Recht zetten. Goed. Nog eens schouder binnenwaarts. Echt op het einde. Recht zetten in de hoek rijden. Rond de binnenbeen. Ook in de schouder binnenwaarts moet hij rond de binnenbeen blijven. Ja, dit is goed. Niet meer. Kijk, hier begint hij naar buiten te kijken. Weghouden van de binnenbeen. Kap. Nog eens. Ja. Ja, voilà. Super. Nog hetzelfde. Maar daar deze buiging houden. Rond de binnenbeen houden. In die schouder binnenwaarts. Dit is te veel. Terugzetten. Je ziet wel dat dit een slechte kant is, hè? Ja. Dat is beter. Braaf. Goed. Meer buiging willen houden daar. En toch aan die buitenwiel houden. Nog eens. Net dat knikje achter de kaak. Dat moet je blijven houden.
Ja, en niet te veel. Ja, dit is genoeg. Niet meer als dit doen. En dan blijven draven. Hand zakken. Zakken uw hand. Ja. Goed. Beter, beter, beter. Maar niet uit. Goed. Nog eens. Blijf losmaken bij achter die kaak. Daar moet hij los blijven. Goed, dit is genoeg. Niet meer. Ja, goed. Ga lopen. Hier zit je te veel, eigenlijk in hoe noemt dat, ramp, hè? Noemen jullie dat ook zo? Ja. Oké. Daar zit je eigenlijk in. Ja. Ja? Ik krijg hem gewoon niet links door die kaak en ook niet links om mijn benen heen. Ja, je moet hem echt, daarom je moet meer gebruik maken van de hoeken, want dat doet je helemaal niet. Nee. Je moet hem daar gewoon ergens in het midden van de bak te lopen en ik vind dat allemaal prima. Ja, je moet hem in die hoek wegzetten van je binnenbeen, die buiging aanhouden. Dat je zo correct op je lijn komt. Ja. En nu komt je al eigenlijk slecht op je lijn en dan moet je gaan fixen op je lijn en dat doet hij niet. En als ik eerst zo'n bot 10 meter rijd? Ja, dat is geen probleem. Dat maakt zeker. Zeker op de slechte kant. Je andere kant is dat op zich niet nodig. Nee. Maar deze kant moet je gerust fouten telkens maken. Oh, kijk, maar hier loopt het scheef, maar je niet doen. Recht. Zo, want dan denkt je, ja, nu moet ik wel gaan werken, dat ga ik niet doen. Nee, dat. Ja? Maar daar moet je hem doorzetten, hij mag niet zelf trucjes uitvinden. Ja, hier buiten aanhouden, binnenteugel losmaken. Goed. En niet te veel willen. Daar, dit is genoeg. Dit is perfect. Ja? Daarin gewoon loshouden, maar niet meer willen. Goed, en nu recht zetten. En in de hoek rijden. Ja, en dan buigen. Goed, veel beter. Doen we nog eens zo. Ja, rond de been zetten, weg, weg, weg van die been, ja, ja, goed. Je mag het niet scheef zetten, dat is goed. Zo, hou hem daar los, achter die kaak. Zo, buiten teugel. Goed, niet meer, niet meer, want dit is genoeg. Goed, goed, en nu recht zetten, recht. En door de hoek en buigen, 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 rond de binnenbeen. Ja, daar, voilà. Nu, daar heeft hij gereageerd. Goed. Je gaat lopen. Ja, buiten de bijhouden. Los blijven maken. Goed. Goed. Beetje spelen daar op de teugel. Ja, goed. Dat hij los blijft houden. Goed. Hier die rechte teugel bijhouden. Goed. Super. Dat is goed. En nu rechtdoor. Recht maken. Goed. Weg van die linkerbeen. Weg, weg. Ja, goed zo. Weer volten. Goed, beetje spelen met de deur, dat hij net iets meer loslaat. Daar, weer appiëren zo, dat is goed. Daar, voorhand eerst. Ja, goed, goed, goed. En nu weer rechtdoor en wegdenken van uw linkerbeen. Weg van uw linkerbeen, weg van uw linkerbeen. Ja, goed, en weer linksom, dat is beter. Ja, weer volten. Beetje spelen daar, goed. En kom. En nu wel denken, voorhand eerst zetten voor de appiëment. Dat is goed. Voorhand eerst. Dit is goed. Super. Ja, deze pas blijft volhouden. Goed. En nu recht zetten, wegdenken van de linkerbeen. Weg van de linkerbeen. Ja, super. Dat is goed. En nu nog een been. Goed, kijk, de tweede keer reageert hij dan net niet genoeg. Volte maken, rust kalmeren, dus losmaken. Hij moet één keer been geven, dan moet gas geven, dan geef je nog eens been en nog meer gas. Maar niet om hetzelfde tempo te proberen aanhouden. Zo, goed, nu lange zijde. Nu been. En nu nog been. Ja, goed, beter. En dan weer volte maken. Goed, en dan ontspannen met je been. Nu geen been geven, geen been. Al valt hij 1000 keer een trap, hè? Dat maakt niet uit, hè. Hij moet leren vanzelf galopperen. Goed, en nu been, been, been. Kom, kom, kom. Nog eens been, nog eens been. Nog eens. Ja, braaf. En nu geen been. Geen been. Goed, blijf losmaken. En nu been. Nog, 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 nog. Nog.
braaf. Volgen. Zo. Voilà, daar. Zo galoppeert hij super. Dat is goed. Ja. Nog, nog. Daar moet je nog straffer zijn. Goed, dit. Nu reageert hij. Zo, voilà. En nu ontspannen. Geen been. Geen been. Blijf hem losmaken. Blijf. En nu been, 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 been. Nog, nog, nog. Nog eens. En nog eens. Ja, super. En nu weer niks doen. En laat hem gewoon 100 fout maken, hè. Zo. Beetje losmaken, beetje losmaken. Nog een beetje losmaken. Geen been, geen been, geen been. Zo. Nog meer been dan. Want dan geeft je been en dan doet hij niks. Altijd maken als je iets doet dat hij wel reageert. Zo. Geen been, geen been. Nog niet, nog niet. Zo, en nu been. En nog. Ja, braaf. Nu geen been. Super. Veel beter. Zo, geen been, geen been, geen been. En nu been. Nog eens. Ja, braaf. Ja, voilà. Maar je moet zelf langer geen been willen geven. Ze wilt het veraf gaan helpen. Nog eens been. Nog eens. Ja. En maak je dat je telkens zo reageert. Niet gaan voor minder. Niet voor een beetje naar voren voet en dan twee passen weer terugvallen. Zo, geen been, geen been. Super, super. En nu been. Nog, 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 nog. Nog meer. Ja, daar. Zo. Goed. En nu mag je rustig gaan draven. Even jongen, dag. Schattoe, buiten. Goed. Zo. Oh, ik kan hem er niet meer in houden. Paard en ik zijn zeg maar half overleden na deze les. Ik trek het gewoon echt niet meer. Dus ja, ik vond het goed gaan. We gaan jullie op de hoogte houden. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik denk dat ik 4 dagen spierpijn heb hier aan. Weet ik ook wel zeker. En mijn paard ook.